Goeiedag. Ja, de zomervakanties gaan beginnen. Komende week is al eerste regio Zuid aan de beurt. Mensen die in Nederland blijven, er zijn natuurlijk een aantal mensen die echt wel op zoek zijn naar warmer weer. En ja, gloort er voor die mensen wat hoop aan de horizon in deze 30-daagse verwachting? Gaan we in ieder geval eens even naar de trends kijken voor de komende periode. En dit weekend, ik gaf het al eerder aan, in de weekendverwachting ziet het er wisselvallig uit. Maar ook volgende week hebben we toch nog wel te maken met een wisselvallige week. Omdat er van stabilisatie gewoon geen sprake is in onze omgeving. Vaak een westcirculatie. En die westcirculatie die voert dan die vochtige, warme lucht aan vanaf de oceaan. En dat betekent dat er makkelijk neerslag tot ontwikkeling kan komen. En dat zien we dan ook wel terug. Bijna dagelijks moeten we er rekening mee houden dat er in regio's in het land regen gaat vallen. En dat gaat in ieder geval door tot en met volgend weekend ook. We zien het hier ook op de kaart, dat boven Duitsland ook wel veel activiteit wordt verwacht aan het eind van de week. Dat zijn echte hoosbuien die daar tot ontwikkeling kunnen gaan komen. Is natuurlijk pas over een week waar ze precies gaan vallen, dat is erg onzeker. In ieder geval voor komende week duidelijk weer een afwijking naar een wat natter weerbeeld. Ik gaf het al aan, hè, die Atlantische Oceaan die is erg warm. Zeewater is erg warm, dat betekent veel waterdamp en die komt dan met die storingen mee vanuit het westen. En dat betekent neerslag. Groot-Brittannië ziet er ook wel erg nat uit, hoor, vooral het centrale en zuidelijke deel. En ook België, Nederland, het noorden van Frankrijk. Daar moeten we toch rekening mee houden dat het komende week daar van tijd tot tijd flink nat kan zijn. In de pluim zien we wel iets opmerkelijks voor komende dinsdag. Dan is het echt wel eventjes wat warmer, een zomerse dag. Zeker in het zuiden en zuidoosten van het land moet dat mogelijk zijn. Maar daarna toch wel weer even een daling van temperatuur tot en met het weekeinde. En daarna gaat de temperatuur geleidelijk aan weer iets omhoog als we de pluim mogen geloven. Laten we eens naar de weerregimes kijken, want daar zien we toch ook wel een duidelijke tendens naar een meer blocking situatie, zoals we dat noemen. Dat betekent meer hoge druk situatie. Ten noorden van ons land komt er waarschijnlijk meer hoge druk en dat betekent dat het weerbeeld gestabiliseerd gaat worden. Vanaf halverwege juli denk ik dat we dat moeten gaan meemaken. Dat rood wordt dan erg dominant. We zien ook die eerste staafjes allemaal donkerblauw. Dat is echt duidelijk een overheersende westcirculatie. Maar dat slaat dus om, is de verwachting. En dat betekent ook dat het weerbeeld gaat veranderen. Want we krijgen dan te maken met stabieler weer en droger weer. Die temperatuur die blijft vrij gematigd. Ik zie nog steeds niet dat het echt heet gaat worden. En misschien is dat maar goed ook. Maar juist prima temperaturen, zo tussen 21 en 25 graden. Die hoge drukinvloed zien we ook heel duidelijk terug in deze kaart. 15 juli, 22 juli, een duidelijke luchtdrukafwijking richting hoge druk boven Nederland. Het is eigenlijk een gordel, hè, van hoge luchtdruk vanaf Scandinavië zo over het westen van Europa richting de Azoren. En dat moet dan voor een rustiger weerbeeld gaan zorgen. Qua temperatuur, ik gaf het al aan, daar zien we niet echt excessen in onze omgeving. Het blijft allemaal vrij normaal. En dat betekent dus die temperaturen zo 21, 25 graden. De echte warmte die zit in het oosten van Europa en ook weer in Griekenland, Turkije. Daar wordt het wel weer erg warm. Wat ook opvalt, vind ik, is Frankrijk. Dat ziet er wat koeler uit. En misschien zijn dat wel hele mooie temperaturen om daar vakantie te vieren. Niet in ieder geval die bloedhitte die soms ook in Frankrijk kan zijn. Wat zien we dan nog meer voor die periode? Dat het weer inderdaad droger gaat worden. We zien zelfs wat rode tinten ook in de buurt van Nederland, rood-bruine tinten. En dat betekent een droger weerbeeld en dat past natuurlijk ook bij die hoge drukinvloed. We gaan nog een stapje verder, 22 juli, 29 juli, dan zitten we al aan het einde van juli. Nog steeds die hoge drukinvloeden. Is iets wat iets meer naar het noorden geschoven. We komen dan duidelijker in een nog wat meer oostelijke component. Nou ja, misschien dat die temperatuur dan nog wat omhoog kan gaan. In de kaarten zien we dat niet echt terug. We blijven zo rond die normale waarden. Spanje, Italië en ook weer Griekenland, Turkije. Daar zien we wel echt heel duidelijk die opwarming. En ja, Frankrijk blijft enigszins gematigd met temperaturen rond normaal. Nou, dat zijn prima zomerse temperaturen om vakantie te vieren. Dan nog even één stapje verder voor de luchtdrukafwijking voor de periode 29 juli, 5 augustus. Dus dan zitten we alweer in augustus. Dan zien we dat dat hoge drukgebied, ja, die afwijking van hoge druk wat meer weer naar de oceaan schuift. Dat geeft veel onzekerheid boven onze omgeving. En dan is er eigenlijk weinig chocola van te maken. Als we naar trends gaan kijken, dan durf ik toch wel te zeggen dat we halverwege juli duidelijk wat stabieler weer gaan krijgen. Dat het dan ook droger gaat worden, minder neerslag. Maar dat van hitte geen sprake is. Die temperaturen die blijven mooi normaal.
En dan noem ik dat nog maar eens, dan zitten we te denken aan temperaturen zo tussen 21 en 25 graden, gemiddeld genomen in de middag. Nog fijne dag.